ik las vorige week een verhaal van Reuters. En die hadden een of andere bron, die had uitgerekend wat er zou gebeuren als Rusland een oorlog zou beginnen tegen Europa. En Amerika zou niet meedoen. Gewoon maar stellen. En die rekende toen uit dat we in dat geval munitie hebben voor precies één dag. Eén dag? Ja. Dus dat geeft een beetje aan dat er in Europa nog wel het een en ander moet gebeuren. Dit is schokkend. Ja. Zijn Europese regeringsleiders zich hiervan bewust? Jawel, zijn ze van bewust. En als je de een na de ander zegt ook, we moeten als gekken de munitieproductie opvoeren. Ik weet niet of het die column was of een andere, die heb ik pief, paf, poef genoemd. Dat was hem inderdaad. Dat dreigt. Er zijn nu berekeningen over wat Oekraïne maar wegschiet. Dat is aan munitie meer dan de westerse wereld produceert. Ja, dus daar maakten ze bij de NAVO ook zorgen om. Maar het gevolg, zorgen leiden altijd tot een oplossing, tenminste bijna altijd. En in dit geval wordt de defensieindustrie dus enorm opgepoord om snel bij te produceren. En dat gaan ze ook wel doen. Alleen het kost een beetje tijd. Dat is eigenlijk wat we niet hebben. Dus stel dat er nu iets onverwachts gebeurt. Er ontstaat een tweede oorlog, een tweede front. Zijn we absoluut na een dag zijn we uitgeschoten. Dan zijn we eruit, ja. Dat is einde oefening. Dus dat is een heel. Ik heb in die column ook gewezen op artikel 97 van de grondwet. Daarin staat waarom wij een krijgsmacht hebben. Dat is ter verdediging van het koninkrijk. En voor het handhaven van de internationale rechtsorde. Dat betekent vredesmissies, maar ook dit, wat we nu doen. Dus dat betekent ook je patriots uitlenen aan Oekraïne. Ja. Maar wat gebeurt er dan met deel 1 van artikel 97... de verdediging van het eigen koninkrijk? Nou, als er nu iets gebeurt, hebben we die gewoon niet. Dat is dus in een stel dat, exercitie was dat, hè, bij Reuters, waarbij Amerika Europa niet te hulp schiet. Ja. Volgens mij heeft 1 jaar oorlog wel duidelijk gemaakt de leidende rol van de Verenigde Staten. Zeker. En hoezeer wij in Europa de VS hiervoor nodig hebben. Tegelijkertijd klinken er geluiden dat die Amerikaanse steun aan Oekraïne mogelijk gaat afnemen. Ja, dat is het draagvlak, hebben we hier ook. Maar het draagvlak in Amerika, dat zakt. Dus een maand of 3 geleden was nog iets van 2/3 van de Amerikaanse bevolking voor die steun. Dat is nu onder de 50, om precies zijn 48%, gemeten door ABC. Dat is een teken aan de wand. Er ligt bij het congres een republikeinse motie klaar van maar een paar leden, hoor. En die luidt de Oekraïne-vermoeidheidsmotie. Je hebt Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen, die zegt, we gaan niet meer steeds een blanco check uitschrijven voor Oekraïne. En dan, dat slaat op die enorme begroting waar ze nu nog uit teren. De oude begrotingen. En er moet een nieuwe komen. Wat gaat er dan gebeuren? Dus dat draagvlak zakt een beetje aan de andere kant. Als je gewoon naar beide partijen kijkt, dan is in beide partijen nog ruim voldoende steun om het beleid van Biden te blijven steunen, hoor. Dus het is niet echt een noodsituatie. Maar je ziet dus de eerste tekenen aan de wand, ja, van een soort verzet tegen die ruime steun vanuit Amerika, ja, en Oekraïne. En als, zoals Wopke Hoekstra bijvoorbeeld zegt, en anderen ook, dit kan nog wel jaren gaan duren. De vraag is ook een hele redelijke van de Amerikaanse burger. We hebben nog een paar andere problemen op te lossen. Waarom moeten we zulke enorme hoeveelheden geld en leveren ten koste van onze veiligheid? Want ook wij geven wapens weg die we eigenlijk niet hebben. En je ziet dat in Europa ook een beetje. Ja. Ik zeg, gelukkig is het helemaal niet zo sterk nog, hoor. De meeste mensen zeggen, nee, we moeten wel elkaars hand vasthouden. Want tegelijkertijd benadrukt Biden, ook tijdens zijn bezoek aan Kiev natuurlijk, afgelopen week, dat de VS de Oekraïne zal blijven steunen zolang het nodig is. Ja. En ik denk ook dat hij dat meent en dat hij er alles aan zal doen om dat voor elkaar te krijgen. En hij weet ook wel, hij weet hoe het spel wordt gespeeld. Die man is geloof ik 36 jaar senator geweest. Dus hij kent het congres. En ik denk dat hij voldoende middelen heeft om in beide huizen toch die steun te behouden. The Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gast Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, columnist en presentator hier bij BNR Nieuwsradio. Laten we kijken naar de geopolitiek. De oorlog in Oekraïne heeft verregaande gevolgen voor de internationale betrekkingen. Een jaar geleden zag je, zei net al, je zag het niet aankomen. De oorlog, net als heel veel mensen, was op dag 1 of dag 2 voor jou meteen duidelijk, dit gaat een kantelpunt zijn in internationale betrekkingen? Nee, zelfs toen nog niet, omdat we toen de eerste
dagen allemaal nog dachten, net als de Russen, dit is een paar dagen voorbij. Totdat we die kolonne zagen van al die auto's. En dat was overigens, ja, die stonden, er was gewoon een verkeersopstopping. Dat was het probleem, hè? Een hele lange file richting Kiev. We hadden allemaal hele ingewikkelde militaire analyses, maar ze was doodgewoon. Er was maar één weg. Ze hadden een stafkaart gebruikt nog uit de Koude Oorlog. Dus dat is een van hun stommiteiten. Maar de eerste dagen dachten ongelooflijk wij, toch, ja, dachten wij allemaal, dit wordt een blitzkrieg, het is snel voorbij. Mm-hmm. Maar dat was na een paar dagen al over. Toen zagen we echt, nee, dit gaat een tijd duren. Ja. En dat betekent dus dat zoiets als dit, zo'n oorlog zet de geopolitieke betrekkingen of de internationale betrekkingen op scherp. Er gaat van alles schuiven. Ja. Wat er is in dit afgelopen jaar het meest gaan schuiven, wat jou betreft? Staat er het meest onder druk? Nou, eerst de goede kant, hè. De saamhorigheid binnen het Westers Bondgenootschap is toegenomen. Maar wat we onderschatten, waar we veel te weinig naar kijken, vind ik, is naar de rest van de wereld. Er was nu vannacht weer een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 141 van de 193 stemmen landen hebben gestemd voor een resolutie tegen Rusland. Overgrote meerderheid, denk ik dan. Overgrote meerderheid, maar zoals Wopke Hoekstra terecht zei een tijdje geleden, toen ik hem interviewde daarover, vergeet niet dat wat zich onthoudt of tegenstemt samen meer land is en meer mensen. Dus die paar landen, zou ik maar zeggen, die niet meedoen, dat is dat China, India. China, India, wat dacht je van Afrika? Zelensky heeft na een maand of 3-4 een toespraak gehouden tot de Afrikaanse Unie. Dat zijn 55 leden. Dat heeft hij vierde uur verbinding. Er waren precies 4 van die 55 leden van de Afrikaanse Unie die inschakelden. En dat tekent dus een werkelijkheid waar we te weinig rekening mee houden. Wat zegt die werkelijkheid? Die werkelijkheid zegt dat dit is inderdaad, zoals de Russen ook vinden, een conflict tussen de NAVO en Rusland. En alles wat daar buiten ligt, ja, dat ziet dat heel anders.